Ben jij al geabonneerd op mijn tweede kanaal? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo, VakoGamers, Lars hier! Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Civilization 6 hier op VakoGamers. En jongens, knal meteen eventjes een like op deze video, want wij hebben de komende tijd twee hele belangrijke dingen te doen. Allereerst willen wij natuurlijk gaan voor een science victory. De eerste stap daarvoor is al genomen. We hebben namelijk op dit moment satellieten in een baan rond de aarde. De maanlanding is ook bijna klaar, die gaan we binnenkort lanceren. Maar het tweede programma wat we eigenlijk de komende tijd nog moeten gaan uitvoeren, is zoveel mogelijk van onze tegenstanders proberen te vernietigen. We gaan eigenlijk gewoon oorlog voeren en ondertussen wetenschap bedrijven. Dat is eigenlijk wat we moeten doen. Ik heb dan ook mijn complete vloot rondom deze stad van Egypte neergelegd en ik vind gewoon, deze stad moet kapot. Deze stad moet compleet vernietigd worden als straf voor alle irritante dingen die Egypte de afgelopen tijd gedaan heeft. Dat moeten we doen. Daar gaan we de komende beurt mee aan de slag. Laten we eerst maar eens even hier nog wat dingen bouwen, mocht het nodig zijn. Wat kunnen we hier nog bouwen? Een nuclear device. Waarom niet? We hebben er geen uranium mee voor, maar dat maakt het misschien niet zo uit. Jij gaat hier de fabriek repareren. Deze battleships gaan een armada vormen met jou. Hoppakee, 3 sterren, bitches. Jullie gaan een vloot vormen met hem. Hoppa, dan heb ik een armada en een vloot. En jij gaat, als ik jou nog daar neerleg, battleship, kun jij er dan ook bij of niet? Oh, dat zijn destroyers. Oh, dat werkt niet. Nou, dan vallen we gewoon lekker de volgende beurt aan. Edfu. Gelukkig is er al een beetje verdediging weg. Waarom is die verdediging weg? Ik heb helemaal nog niet aangevallen. Uh-oh. Rocket artillery. Ze zullen me toch niet gehoord hebben? De Egyptenaren, daar geloof ik helemaal niks van. Dat die gasten er iets van gehoord hebben. We moeten zo snel mogelijk die rocket artillery zien. Oh. Had begun to bend at the hand of nanotechnology. This produced a lot of good and a lot of bad. Zeker, nanotechnologie, dat is het laatste gedeelte wat we moeten hebben. Want we moeten ook nog ons Mars-programma moeten we ook nog helemaal uitwerken. En om op Mars te kunnen wonen, ja, je kan als je op Mars woont natuurlijk niet eventjes naar buiten lopen om een paar aardappels in de grond te proppen. Dat werkt er helemaal niet. Dus we zullen onze eigen groeikassen mee moeten nemen. En dit is het eerste onderdeel, de hydroponics B, zoals we het bij Star Trek zouden noemen. Maar daar hebben we uiteraard nog veel meer dingen voor nodig. Laten we even tjakken, dat hebben we allemaal nodig. Waar is het allemaal? Hier. Telecommunicatie, alleen deze hebben we nog nodig. Nucleaire splitsing of fusion. Fusion is fusie, dus dat ze samenkomen. Dus dan moeten we geleide lanceersystemen. Die heeft Egypte wel en wij niet. Oeh, gevaarlijk. Oké, ga maar guidance systems uitvinden. Dan is het daarna tijd voor nuclear fusion. En dan kunnen we proberen om ons systeem op te gaan bouwen. Laten we het gewoon maar zien, jongens. Unit needs orders. Jij. Kunnen we jou aanvallen? Daar gaan we. Oorlog met Egypte. Zullen we het doen? We doen het gewoon. Verklaar de oorlog. Jij denkt dat Osiris jouw vijanden gaat aannemen? Osiris kan binnenkort jou verwelkomen. Sterf. Ga weg. Vernietig. Schiet op de stad. Armada. Hoppa, dat is het battleship nummer 1. Defenses, ligt er dichtbij. Kom dichterbij varen met je boot. Mechanized infantry. Anti-tank, mik daarop. Richt vuur. Mechanized infantry, naar voren. There we go jongens, met onze legers. Grote generaal, gaat mee. Jij gaat niet samenvoegen. Mechanized infantry gaat daar staan. Tank, modern armor, kom mee. Onderzeeboot. Kunnen we jou raken van de 4? Nee, zeker. Misschien dat we die onderzeeboot dan aan de andere kant moeten laten varen. Dan kunnen ze wel blijven aanvallen. Want die onderzeeboot kan dan meteen de units onderscheppen die ze eventueel deze kant op stuurt. Want ze had echt complete legers wonen. Maar wat die allemaal gebleven zijn... Oeh, dat gaat wel heel vlot zo. Oeh, dat was mijn anti-tank unit. Die is al bijna dood. Hoe krijg je dat er weer voor elkaar? Wat voor rare plutoniumwapens heeft dat mens? Een Egyptische submarine. Schiet mijn boot niet overhoop. Of je het even wil laten. Promotie available. Schiet die onderzeeboot kapot. Voordat hij mij laat zinken. Mik hem en schiet. Hoppa. Blub blub. Jullie in Oer. We gaan niet handelen met Egypte, we gaan handelen met Spanje. Dat is echt super chill. Gaan we lekker naar Spanje. Lekker naar Madrid. Stuur een kaartje als je er bent. Jij! Waarom kan deze gast niet op de... Waarom kun jij niet op de stad schieten? Waarom kunnen deze units helemaal niks? Wat zijn jullie nou voor nutteloze schepen? Schiet op die fucking stad. Hoe moeilijk is dat? A Corona. Begin de route. Waarom kunnen ze niet meer schieten? Wat lullig. Fortify. Handelaar. Ga naar Hongkong. En neem wat dassie ermee terug, als je er toch bent. Deze vloot. Ik ga deze vloot naar de andere kant sturen. Misschien dat hij dichterbij moet liggen. Misschien dat hij gewoon te ver weg ligt. Dat hij niet kan raken vanwege die grote rotsen hier. Dat is best een dingetje. Misschien dat ze dat niet kunnen. Hè, eindelijk. Modern anti-tank. Schiet op de stad. Hier voor mijn unit dood. Maar de defenses zijn wel naar beneden. Ja, gaat naar Madrid, had ik gezegd. Begin de route. Unit needs orders. A Coruña. Begin de route. Unit needs orders. Jongens, jullie mogen op zich ook zelf wat dingen beslissen hoor. Ik hoef je niet alles te vertellen. Hoe simpel zijn jullie? Dit gaat een heel stuk lastiger dan dat ik in eerste instantie dacht. Jij gaat... Mechanized Infantry. Gaat daarheen. Dichtbij staan. Vorm een leger met hem. Next turn. Er ligt de boot aan de andere kant. Waarom gaat dit zo moeilijk? Dit had veel gemakkelijker gemoeten. Maar als we vanaf hier kunnen aanvallen, dan kan ik natuurlijk net zo goed die andere units ook die kant op sturen. Oké, nou gaan we. Oké, komt-ie. Jij schiet op de stad. Battleship. Nice, flinke knal. Defenses naar beneden. Jij kan het nu wel. Oké, nice. Mechanized Infantry schiet op de stad. Dan gaat weer wat verdediging. Jij. Schiet vanaf de zee op de stad. Jij vaart daar naartoe. Als ik deze tank nou aan land kan krijgen, dan kan hij vanaf het land aanvallen. Dit is wel echt super dom. Kan je nu wel raken vanaf hier? Destroyer Fleet. Jullie konden altijd zo goed aanvallen. Nou in één keer niet meer. Aircraft Carrier. Je heeft niet eens een vliegtuig. Hij heeft wel een vliegtuig. Schiet op die stad. Hij heeft niet eens een... Je bent een vliegdekschip zonder vliegtuigen. Het doet wel flinke schade, zo te zien. Maar een vliegdekschip zonder vliegtuigen is natuurlijk gewoon maar een rubberbootje. Laat weer blijven. Waarom kan ik jou nou niet? Jij kan wel, dus rijd ik jou dichterbij. Jij gaat dan daarheen. En de grote generaal gaat daar naartoe, Boudica. Om grote generaals dingen te doen. Ik snap hier echt geen ene reet van. Combat Strength. Waarom kan ik jou... Weird. Nou, het zal wel dan. Kies productie. Eridu. Een shipyard. Waarom? Powerplant repareren? Hé, maar ik had hier toch het atoomwapen? Ik had hier een atoombom. Waar is mijn atoombom naartoe? Jongens, ik ben een atoombom kwijt. Help. Please. Waar is die fucking atoombom? Missile Cruiser. Die kunnen we sowieso gebruiken. Boudica, jij blijft daar staan. Ik ga even mijn atoombom zoeken, want iemand heeft mijn atoombom gejat en ik weet niet waar. Nuclear device. Waar is dat ding? Help! Iemand is met een atoombom aan het spelen en dat gaat meestal fout bij mij. Jongens, please. Wat kan ik gaan doen? Ik ga hier gewoon een extra unit kopen. Missile Cruiser. Hoppakee. Kost eventjes wat geld, maar ik moet en ik zal die stad veroveren. Het moet en het zal. Dit gaat een heel stuk moeilijker dan dat ik in eerste instantie gedacht had, jongens. Oh shit, er komen onderzeeboten aan. Egyptische onderzeeboot. No! Niet doen! Jongens, kill die fucking onderzeeboot. En het liefst een beetje snel. voordat we hele grote problemen gaan krijgen. There's class warfare, all right, but it's my class, the rich class, that's making war, and we're winning. Zeker wel. Hoppa. Nieuwe Civic. Koude oorlog. Zo koud mogelijk. Nieuwe regering beschikbaar. Deze hebben we nu. Democratie. Maar deze wil ik wel hebben. Fascisme. Dus ik ga geen andere regering nemen. Policy changes. Kunnen we daar nog iets aan veranderen? Iets dodelijks of zo? Iets killing? Heb je nog iets van? Nou, echt helemaal geen ene reden. New govern. Ja, ik weet het. Leuk. Nieuwe regering. Jij schiet op hem. Uh-oh. Dat was mijn vliegdekschip. Mijn vliegdekschip is een onderzeeboot geworden. Niet heel handig. Jij schiet dan op hem. Kill it. Dank u. Missile cruiser. Kunnen we jou raken van een 4? Nee, zeker. Modern armor. Eroverheen. Defenses naar beneden. Leger eroverheen. Jij gaat uiteraard aan land, want je bent een tank. Je bent geen zeeboot. Je gaat toch niet als tank aanvallen vanaf het water? Kom op. Denk na, tank. Kill de stad. Dat is wat je... Nee, niet weer vanaf het water. Kom op. Die tank denkt dat hij een boot is. Je bent geen boot, je bent een tank. Come on, luister er dan ook gewoon naar. Missile cruiser gaat hier naartoe. Ranged attack. Vanaf daar. Schiet! Hier, op je muil. Gewoon dat flink pijn doet. Oh, die doet netjes veel pijn. Awesome. Tank, ga nog gewoon aan het fucking land. Nutteloos stuk schroot dat je bent. Onderzeeboot gaat er maar een beetje daar hangen. Kill de grote generaal maar daar. Battleship kan ook nog aanvallen. Oké, nice. Dan hebben we hem toch nog wel. Volgende beurt zullen we deze stad in moeten nemen. Als ze niet in één keer 26 andere legers ergens nog hebben liggen. Waar ik eigenlijk niet van uitga hoor. Lijkt me toch wel heel sterk als ze dat toch ergens hebben liggen. Gewoon random ergens verstopt. Next turn. Nog 2 beurten trouwens voor de maanlanding. Dan kunnen we daarna, waarschijnlijk morgen dan, gaan werken aan de eerste raketten naar Mars. Jij gaat... linken met Boudica. Needs orders. Slapen. Please wait. Nog 1 beurtje. Mijn bootje. Of ze het even willen laten. Ik dacht dat jij zo makkelijk te verslaan was, Egypte. Valt toch ziek tegen. Wees maar blij dat ik niet leefde rond 1600, toen Nederland heel machtig was. Met allemaal boten. Ik zou het behoorlijk verkloot hebben. Dat kan ik je nu vast garanderen. Schiet op de stad. Nou, we hebben in ieder geval nog deze video die stad veroverd. Waarschijnlijk. Ik kan het alleen niet zo goed zien, want er staat een leger voor. Zo kunnen we het beter zien. It's burning. Edfu is burning. Lanceer die raketten. Mechanized infantry. Neem de stad in. You have captured a unit from Egypt. Juist. Wat zullen we doen met deze stad? Laten we maar houden. Hey, Egypte. Er lag hier toch een stad voor jou? Egypte is veroverd. Oh yeah. Nou, jou nog eventjes laten zinken. Om het je helemaal af te leren. En dan vraag ik me toch echt af waar mijn atoombom gebleven is. Hij is ergens, maar ik weet niet waar. Dat is wel typisch mijn verhaal. Ik bouw atoombommen en ik weet niet meer waar ik ze laat. Super weird. Zou al langer mee klaar moeten zijn. We hebben wel nu echt dit hele continent veroverd. Behalve Hattusa. Maar Hattusa hoef ik ook niet te hebben. Hattusa is een groot handelspartner van me. Dus daar gaan we niet zoveel mee doen. Healen. Alles moet hier... kijk nou eens wat daar aan komt. Een battleship. Wat ga je doen, Egypte? Ga je echt wel proberen te pakken? Ik heb hier een submarine armada liggen, Egypte. Niet heel slim. Kill it. Submarine armada. There we go, jongens. De maanlanding. Jabba! Space Race Projects. De maanlancering is gebeurd, jongens. De maanlanding komt eraan. The Cold War is not thawing. It is burning with a deadly heat. Nice. Koude oorlog. Er is nog één ding wat we moeten doen. En dat is een landing op de planeet Mars. Kunnen we dat dan regelen? Military Engineer? Jazeker. We kunnen al... Mars Habitation kunnen we al lanceren. Over 16 beurten. Dat duurt nog wel eventjes. Chase Sequence. Wat? Hoe gaat mijn agent proberen te ontsnappen? Uh-oh. Gaan we per boot. Onze spion is betrapt. I see. Kan mij schelen. Dit is toch niet mijn spion. Jij kill hem. Blub blub. Welterusten. Wat krijg je als je me tegen mijn scheepsarmada aanvaardt? Jij worker. Ga eens even wat nuttigs doen. Daar. Ik weet niet wat je er gaat doen, maar doe het nuttigs. Jij gaat healen. Jij gaat healen, Destroyer Fleet. En jij heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Weet je wat, ga jij maar daarheen. Misschien die daar nog wat nuttigs kunt doen. Next turn. Maar nu doen het dus weer 16 beurten. Ik denk elke keer dat ik er bijna ben, maar we zijn er nog lang niet. Het is trouwens ondertussen wel 2017 in deze game. Dat is pittig awesome. Hey, grote admiraal. Grace Hopper. Grace Hopper wordt zometeen Grace Dobber. Want die gaan we zo meteen laten zinken. Blub, blub, blub. Als een visje in het water. Ach, houd toch je bakkersman. Anders kom ik jou zo meteen ook halen, hoor. Een beetje beleefd blijven tegen mij. Hongkong Ironclad. Hij wil graag gevaarlijke legers. Ik kan deze stad gaan proberen te veroveren. Hoe spreek je dit uit? IWNW. Dat is toch geen naam voor een stad, man. Doe even normaal. Wie woont hier trouwens? In Breslav. Is the unequal sharing of blessings. The inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries. Een hooghoed. Hooghoed is altijd baas. Kies een civic. Kolonialisme. Laat die grote admiraal zinken. Grote admiraal is gone. Van wie is deze stad dan? Een city state. Oh, dat is helemaal niet interessant, man. Ga weg met je city state. Ik wil geen city state veroveren. Ik wil Arabië veroveren. Als het toch even kan. Die gast is eigenlijk wel... Dan moet ik allemaal boten helemaal aan de andere kant van de... Zou ik dat voor elkaar kunnen krijgen? Laten we deze boot eens eventjes sturen. Kijk of dat hij wat dingen heeft liggen. Als ik ook nog oorlog met hem ga lopen voeren... dan moet ik dus de komende 36 beurten hem uit mijn land houden. En dat gaat best wel link worden waarschijnlijk. Want hij is heel veel sterker dan dat ik ben. Wat gaan we hier bouwen? Een missile cruiser. Die zijn serieus nuttig. We kunnen er weer eentje killen. Welke gaan we pakken? Welke is leuk? Great Rider, Great General, nee. Great Engineer, jazeker. Confirm policies, geeft u maar. Grote ingenieur, altijd welkom. Het liefst eentje die mee kan werken aan het Mars-programma. Eentje die weet waar Mars ligt bijvoorbeeld, dat zou wel zeer nuttig zijn. Het is wel zeer verleidelijk om deze stad nou te gaan veroveren. Maar dan zou ik eerst meer boten moeten hebben. Ik heb nu niet zoveel bootjes. Ik wil meer van die missile cruisers, die zijn echt super sterk. Daar heb ik er nu maar één van en die heb ik nog gekocht ook. Ik heb er niet eerst geld voor meer. Missile Cruiser, komt u maar. Destroyer Fleet. Maar dan moet ik dus ook al mijn boten hier naartoe laten rijden. En dan gaan kloten bij Amsterdam. Wat wel van... Oeh, Egyptische Infantry Corps. Waar is mijn onderzeeboot? We gaan even een stukje ticket op, jongens. Ik zit er nog een Egyptenaar varen. De enige goede Egyptenaar is een dode Egyptenaar. In deze game dat tenminste heb. Sleep. Jij gaat eens eventjes een beetje de boel verkennen hier. Fortify, next turn. Je kunt trouwens iemand promotie geven. Waarom kill je? Ah, dat was een Egyptische stad. Ah, oké. Ik verklaar er hoop. Waarom ik er lekker overhoop geschoten werd. Maar ik ga je wel wraak nemen, vriend. Want het is niet de bedoeling dat jij mijn scouts gaat killen. Zonder dat ik daar ook daadwerkelijk wraak op neem. Colonialism. The enforced spread of the rule of reason. But who is going to spread it among the colonizers? Kolonisatie. Er moet hier ergens die unit liggen. Ik denk dat wij die morgen dan maar gaan zoeken, jongens. Want ik moet en ik zal alles vernietigen wat Egypte ook maar... wat ook maar lijkt op Egypte. En dit is wel vrij link, om dat hier ook nog te gaan lopen doen. Moet ik nog eventjes over nadenken. Of dat we binnenkort een paar van die units die kant op sturen. Sowieso moet ik eerst meer schepen hebben, want anders maken we uiteraard helemaal geen kans. Dus dat zal nog wel eventjes duren. Morgen zijn we natuurlijk gewoon weer terug met de volgende aflevering van Civilization 6. En ik dacht dat we bijna klaar waren, maar het gaat nog wel eventjes duren. Dus hopelijk zien jullie er morgen ook weer bij. Knal zeker eventjes die like als je dat nog niet gedaan hebt. En als je nog niet geabonneerd bent op VakoGamers, ga dat zeker even doen. Kan je zo meteen op het eindscherm keurig netjes aanklikken. Voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen. Mazzel!